Wij moeten elkaar bij willen zijn. Wij willen ook pikken. Als wij pikken voor Nederland, dat wij pikken tegen Nederland ook. Onze kinderen hier zo. En Nederland vergeten. Ik ben de eerste niet-blanke Kamerlid. We zijn Molukkers. We maken Latin muziek. De 30-jarige voetballer maakt als alles mee zit op 18 maart. Welkom, selamat datang bij Bita di Sini, de talkshow die in het licht staat van Molukse aanwezigheid in Nederland. Vandaag is een bijzondere dag. 70 jaar geleden kwamen de eerste grote groepen Molukkers aan in Nederland, waaronder ook mijn grootouders. En nu zijn we 70 jaar verder. En van die grote groep die toen aankwam, zijn er niet heel veel meer van in Nederland. Maar voor hen die er nog zijn, zou ik graag dit willen zeggen. Terima kasih. Terima kasih untuk generasi pertama. Yang datang dari jauh, yang bawa pengalaman, yang bawa penderitaan, yang bawa kepercayaan. Dan dengan mereka punya cita-cita untuk ingin pulang kembali ke tanah air, mereka taruh satu dasar di sini. Dan beta ucapkan terima kasih untuk generasi pertama itu, orang Maluku. Dan untuk orang Maluku yang berada di manapun saja di dunia ini, beta hormat mereka karena beta rasa senang untuk sama-sama sambung dalam siaran ini, beta di sini. Beta di sini betekent ik ben hier. En wij zijn nu hier om stil te staan bij Molukse aanwezigheid in Nederland. En de Molukse gemeenschap van 1951 is al lang niet meer hetzelfde als nu. Er is veel meer veelkleurigheid, meerstemmigheid. En vanuit het museum proberen wij in ieder geval die meerstemmigheid te belichten. En dat doen we vandaag. En we kunnen het niet met elkaar eens zijn, we kunnen het wel met elkaar eens zijn, maar we gebruiken de geschiedenis in al haar facetten om samen vooruit te komen. Ik wens u voor vandaag een hele mooie dag van bezinning. En daar hopen wij u in te mogen bewegen, motiveren, inspireren. Vanuit Museum Sophiahof voor de gelegenheid omgedoopt tot Studio Sophiahof. We blijven niet alleen hier. We kijken ook over de grens. We gaan onder andere naar Maluku. Maar we kijken ook hier in Nederland naar een aantal plekken die belangrijk zijn om die geschiedenis, dat Molukse verhaal, te markeren. Dat kan in Vases zijn, dat kan in Tiel zijn, dat is in Ridderkerk. Kijk, er wordt gezwaaid. En dat is allemaal live. Dat is allemaal nu. Vases. We zijn overal. We zijn hier in Den Haag. Dimana pun saja, katong ada di sini. Welkom bij Bita di Sini. En 70 jaar geleden, precies op deze dag, kwam een schip aan, de Kotte Inten, aan de Lloydkade. Aan boord Molukse knielmilitairen en hun gezinnen. En op die plek, daar gaan we eerst naartoe. We gaan naar Rotterdam. Me tengo manutura, me tengo que no pe.
Vanochtend zijn er door 5 verschillende Molukse wijken uit de regio Rotterdam een estafetteloop georganiseerd. Dit zijn de wijken Ridderkerk, Moordrecht, Capelle aan de IJssel, Krimpen aan de IJssel en Alphen aan de Rijn. Deze wandelaars dragen allemaal een belangrijk voorwerp bij hun om te plaatsen in de knielkist. Deze knielkist was de enige bagage die onze grootouders mee konden nemen naar Nederland. De voorwerpen die zo straks in de knielkist worden gelegd, staan voor deze wandelaars symbool voor de reis, de aankomst en de toekomst van Molukkers in Nederland. Ik sta hier vandaag aan de Lloydkade met Jordi Tahamata en Leila Hamers van het Stichting Lucht Monument. Vanaf vandaag 21 maart start de samenwerking tussen het Moluks Historisch Museum en de Stichting Landelijk Moluks Monument om een monument hier te plaatsen aan de Lloydkade. Hoesie Leila, zou u misschien kunnen vertellen waarom het zo belangrijk is dat er hier een monument wordt geplaatst? Het is belangrijk dat we een fysieke plek hebben waar we allemaal naartoe kunnen. We hebben allemaal... Ik ben gewoon een beetje emotioneel nog van alles. Maar ja. Het feit dat we hier staan en ik om me heen kijk en iedereen een andere geschiedenis ervaren heeft, is het belangrijk om aan onze kinderen door te geven dat dit een plek is waar we uiteindelijk allemaal naartoe kunnen en kunnen herdenken. Ja, en deze plek specifiek, hè, de Lloydkade, kunt u uitleggen waarom? Omdat dit de plek is inderdaad waar de eerste boot is aangekomen, ook vandaag. Ja, precies. Dus het wordt straks een plek waar iedereen, Molukkers en niet-Molukkers, een plek hebben om terug te denken aan die aankomst. Zeker. Ja. En vooral wat vooral ook belangrijk is dat we zijn... Kijk, ik ben derde generatie. Er staan hier 4e generaties, 5e generaties. Het bloed mengt zich met allerlei andere kleuren. En het is belangrijk dat we altijd kunnen vertellen als mensen hier komen en ook aan hun vrienden en vriendinnen. En dit was de plek waar... waar mijn overgrootouders zijn gekomen. Ja, precies. En Jordi, dat monument dat wordt nu gerealiseerd. Wat is de status daar nu van? Ja, op dit moment zijn wij in gesprek met de gemeente. De gemeente heeft in ieder geval heel erg positief gereageerd over de komst van het monument. We gaan binnenkort al met een aantal kunstenaars om de tafel zitten om te kijken naar het ontwerp. Vanaf vandaag start ook de crowdfunding. En zonder laten zeggen, het geld komt ook uit monumenten niet. En dus laten we in ieder geval met z'n allen voor zorgen dat we zoveel mogelijk doneren. En dat eigenlijk dit stukje geschiedenis eigenlijk gewoon wordt vastgelegd in steen. Ja, precies. Dus wilt u een bijdrage leveren? Ga dan naar de website van Landelijk Moluks Monument of neem een kijk op hun social media. Een hele goede middag en welkom. Wat fijn dat u kijkt. Mijn naam is Rocky Heyakaya en ik sta hier niet alleen, want naast mij staat mijn collega. Jefta Patikawa. Goedemiddag mensen thuis. Ja, en samen praten wij vandaag het programma van 1,5 uur aan elkaar. Wat we precies gaan doen, dat gaat Jefta zo even vertellen. Het is de aftrap van een jaar lang waarbij we stil gaan staan bij 70 jaar Molukkers hier in Nederland. En het is ontzettend bijzonder om bij al deze verhalen die wij vertegenwoordigen stil te gaan staan. En niet alleen de verhalen uit Ambon, maar vanuit heel Maluku. Van Halmahera tot aan Aru. Maar ook het niet-Molukse. Een deel van de vrouwen van de militairen uit Sulawesi, Sumatra en Timor. En dan heb ik het nog niet eens over mijn eigen roots gehad. Mijn moeder, Nederlands. En mijn vader geboren op West-Papua met voorouders uit Kayese bloed, Ambonees en Chinees bloed. De Molukker is niet in één hokje te stoppen.
Maar wat verbindt ons allemaal samen? We hebben allemaal verschillende talen, verschillende culturen. Maar samen hebben we allemaal gemeen dat onze voorouders die grote oversteek hebben gemaakt naar het nieuwe land. Een land waar wij uiteindelijk een nieuw leven hebben opgebouwd. Mijn beide grootouders komen uit de Leyasse-eilanden. Dat zijn de Midden-Molukken. Maar ik heb er zo zin in om vandaag me te verdiepen in die rijkheid, zoals Rocky dat zegt, hè, van Molukse perspectieven en achtergronden. Er is ook een speciale pagina aangemaakt op de website van Museum Maluku. Dus check Bita Dizini. Die pagina wordt de komende maanden meer aangevuld met podcast, artikelen en interessante documentaires en websites. We gaan vandaag in de studio met verschillende gasten in gesprek. Wat je kunt verwachten zijn tafelgesprekken over decolonisatie, beeldvorming, media, erfgoed hier in Nederland en op de Molukken. En er is natuurlijk muziek. We hebben op podium Safa Liron op zang, Rafael Sinai op gitaar, Giorgio Zitanala op bas en Kik Woudstra op drum. Speciaal voor vandaag als gelegenheidsband. Niet alleen dat, we hebben hier ook ontzettend mooie kunsten in de ruimte staan. Om te beginnen de koffer. Die is gemaakt door Dominique Latoul. Hij is een kunstenaar die momenteel ook te zien is in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Daarnaast hebben we ook een hele mooie oyale staan. En dat is gemaakt door James Noya. En je zou kunnen zeggen dat het een soort levenskompas is in westerse termen. Maar het heet eigenlijk The Root of Soul. Zo heet het kunstwerk. En daarnaast hebben we ook mooie illustraties, speciaal ook voor vandaag gemaakt door Eva Ridihena, een Molukse kunstenares, illustrator uit Portugal. Kunst is belangrijk om het Molukse verhaal blijvend te verankeren in de Nederlandse collectieve geheugen. We gaan snel verder. De demissionair staatssecretaris van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een bijzondere boodschap voor de Molukse gemeenschap in Nederland. Laten we kijken. Dag dames en heren. Op woensdag 21 maart 1951 meert de Kota Inten af aan de Lloydkade in Rotterdam. Aan boord zijn 900 Molukkers, voornamelijk militairen van het voormalige KNIL en hun gezinsleden. In datzelfde jaar komen nog ruim 12.000 Molukkers met 12 grote scheepstransporten naar Nederland. Onverwas en noodgedwongen verlieten ze hun thuisland. En zonder bezittingen gingen ze op weg naar een vreemd en koud land. Een land dat ze met gevaar voor hun eigen leven hebben gediend. Als militair van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger en van de Koninklijke Marine. En ze dachten dat ze maar kort in Nederland hoefden te blijven. Vandaag is het precies 70 jaar geleden dat de eerste Molukkers aankwamen. En de ontvangst is kil. Als ik zelf in het Openluchtmuseum kom en de barakken zie waar de Molukkers toen werden gehuisvest, dan schaam ik me diep. Ik kan me voorstellen dat dit voelde alsof Nederland de Molukkers, die zoveel voor ons land hebben betekend, in de steek liet. En dat betreur ik zeer. Het verblijf in het koude, vlakke land blijkt ook niet tijdelijk te zijn. Molukkers zijn een belangrijk onderdeel geworden van de Nederlandse samenleving. En ze hebben onze samenleving verrijkt met hun cultureel en sociaal erfgoed. En sportief niet te vergeten. Denk aan Giovanni van Bronckhorst, de aanvoerder van het Nederlands elftal dat tweede van de wereld werd in Zuid-Afrika. En aan de magnifieke dribbles van Simon Tahamata. Maar de Molukse gemeenschap is natuurlijk meer dan bekende namen. Vorige week sprak ik een groepje landgenoten van Molukse afkomst. Het gesprek was af en toe emotioneel. Er zit nog veel verdriet. Maar er is ook behoefte om vooruit te kijken. En laten we dat samen doen. Met wederzijds respect, met liefde, met hartelijkheid. Om te beginnen met de mensen uit de eerste generatie. En daarna met de tweede en derde generatie. En alle generaties die volgen. Het is belangrijk dat we het verdriet zien. En dat we er samen aan werken om Molukkers hun verhaal te laten vertellen. En om het goede verhaal te vertellen. Ook op scholen. En daar hebben we u bij nodig. En ik wil me daarvoor inzetten. Zodat we elkaar beter begrijpen en we samen een sterke samenleving vormen met behoud van de eigen identiteit. En ik sluit af met Sampai Jumpa.
Ja, erkenning is belangrijk en daar hoort een goed historisch besef bij. Want de koloniale geschiedenis gaat honderden jaren terug. Dit jaar is het ook 400 jaar geleden dat de genocide op Banda plaatsvond. Maar voor vandaag is het essentieel om te weten dat de komst van Molukkers naar Nederland onlosmakelijk is verbonden met de mondiale decolonisatiegolf na eeuwen kolonialisme, uiteindelijk uitmondend in de Tweede Wereldoorlog en de onafhankelijkheidsstrijd in Indonesië in het bijzonder. Het ineenstorten van de Federale Republiek Indonesië vormde een belangrijke aanleiding voor de proclamatie van de Republiek Maluku Selatan op 25 april 1950 op Ambon. Zonder proclamatie van de RMS waren de Molukse knielmilitairen burger of militair van het Indonesische leger geworden. Het merendeel van de Molukse militairen sympathiseerde met de RMS. Dat zorgde ervoor dat met name deze vele Molukse knielmilitairen en families in een benarde positie verkeerden in de nieuwe eenheidsstaat. De Nederlandse regering was verantwoordelijk voor de militairen en haalde hen met hun gezinnen naar Nederland met de verklaring dat het tijdelijk zou zijn. En vandaag, 21 maart, zijn we 70 jaar verder. Bij aankomst in Nederland werden diverse groepen Molukkers naar diverse woonoorden en kampen gebracht, onder andere kamp Westerbork, Den Helder, Havendorp, een klooster in IJsden, tot kamp Nuis en Wildenmerk in het noorden. Maar de twee grootste kampen waren kamp Westerbork en kamp Vught. En vandaag lichten we Vught uit. Een belangrijke historische plek. Een plek waar die kampgeschiedenis nog tastbaar is. En hoe dat is, dat vertellen de bewoners of voormalige bewoners van kamp Vught zelf. Rechten kniel yang saya terima waktu tahun 51 dengan dienstbevel dibawa ke tanah Belanda itu sampai saya punya turunan seolang belum kita pulang ke Maluku. Neng, saya militer. Kniel militer. Op weg naar huis naar Republiek der Tsjechische Molukken. Dit jaar is het 70 jaar geleden dat er als gevolg van de opheffing van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger en de proclamatie van de Republiek Maluku Selatan ruim 12.500 Molukse ex-knielmilitairen en hun gezinnen in Nederland aankwamen met 12 schepen. Mijn ouders, broertje en ik, zetten na een bootreis van ruim een maand met de Astorias
voet aan wal in de haven van Amsterdam. Daarna kwamen wij aan in Kamp Lunetten, een voormalig concentratiekamp. Wij houden het hier wel 6 maanden vol, dachten onze ouders. Maar de 6 maanden zijn nu 70 jaar geworden. Na 1960 verhuisden er velen naar Molukse nieuwbouwwijken. En er volgde een turbulente periode van processen om Lunetten te ontmantelen. Mede dankzij de volharding van de overgebleven ex-KNIL-militairen kwam in 1990 de verlossende uitspraak: Lunetten mag blijven bestaan met barak 1B als laatste originele barak. Ik woon hier met trots en wil hier blijven wonen. Dit is waar ik me thuis voel. Nu ik ouder ben en terugblik, schieten de tranen me in de ogen. Hoe kon de Nederlandse regering toen zomaar 12.500 mensen scheiden van hun familie en vaderland en hen verschepen naar een ver vreemd land? Mijn wens is dat de toekomstige generatie dit niet mag vergeten. Daarom zijn ze hier in Nederland. Beta di Sini. Kita punya hak KNIL untuk bangsa Maluku yang dibawa di sini dan tinggal di Belanda di sini itu bukan saja buat saya dengan saya punya bini sendiri, tetapi juga untuk saya punya anak-anak, saya punya cucu-cucu, saya punya turunan semua yang harus dikasih garansi oleh pemerintah Belanda. Ada jalan terbuka untuk kami pulang di sana, barusan itu tanggung jawab terlepas dari pemerintah Belanda. Tapi selama ketorang di sini, pemerintah Belanda harus mesti tanggung ketorang. Dan ketorang bukan tinggal datang di tanah Belanda, bukan tinggal di woonwijk, maar harus tinggal di kampement, yaitu fort, itulah kampement buat ketorang ex-KNIL militer yang dibawa dengan dienstbevel datang ke tanah Belanda. Yang penting ini anak-anak muda nih, kalau dorong mau maju ke muka, sejarah dorong mesti tahu betul. Karena ketorang mau kerja, maju terus, tapi kalau ketorang tidak tahu sejarah, ketorang tidak bisa maju. Tante suka pergi di Haminte kalau perlu. Kalau Haminte punya orang persis lihat, dan happy beer di Klein Frau. Ya, Maria, tante bilang, kemorang mau tuntut kemorang punya rek, aku juga mau kasih aku punya rek. Ya, terus dorong bilang, ya, nou mevrouw, heeft gelijk. In die kamp Lunetten niet, kalau sing lewat ke bensin dengan berapa KNIL. In die kamp susing ada lagi. Ya. Terus, kita punya bangsa mau tinggal di sini, mar dasar apa yang dipakai? Mar lewat ke bensin pakai dasarnya pengangkutan kemari, tinggal di kampemen. Tanggung jawab pemerintah Belanda selama kita ada di sini. Itu tanggung jawabnya. Itu anak-anak muda tuh, sing bula lupa itu. Er is meer te vinden over het anderhalf jaar dat Duitsland kamp Vught had gebruikt, dan de 70 jaar dat wij, Molukkers, vanaf 1951 erin hebben gewoond. Voor mijn moeder was het gewoon. Omringd te zijn door dezelfde prikkeldraad die bedoeld was voor het gevangenhouden van mensen. Voor mijn moeder was het gewoon. Zij speelde met haar vriendjes en vriendinnetjes tussen oude barakken, die echt niet gebouwd waren om erin te wonen. Voor mijn moeder was het gewoon. Zij hadden geen stromend warm water en af en toe ook geen verlichting. Die renovatie kwam namelijk pas in 1992. En toch werd er door mijn opa en oma, ooms en tantes en mijn moeder in gewoond. Het werd gewoon. Ik speelde er met vriendjes en vriendinnetjes die er nog woonden. Tussen de Joodse monumenten, een legerbasis en de zwaarst bewaakte gevangenis van Nederland. Voor ons is het gewoon. Er spelen nog steeds kindertjes, vriendjes en vriendinnetjes. En er wordt er nog steeds in gewoond. De naam. Woonoord Lunetten.
laat het mooier lijken. Maar voor ons was en is het nog altijd gewoon Kamp Vught. Een ontzettend mooie en bijzondere film van Vught. Allereerst nog even een shout-out naar de vrouwen op de Tifa van Tika Batangruma. De spoken word van Jerimo. We zagen ook wat vrouwen van de oudere generatie. Tante Louisa Parihala en oma Rika Lewakabessi. Durf voor je recht te staan. En durf dat ook. Ja, durf daarvoor te strijden, durf daarvoor te staan. Dat laten de mensen in Vught zien. En een ogenschijnlijk kleine community maakt een ontzettend groot verschil door eigenlijk de handen in elkaar te slaan en daarvoor te strijden. We zagen ook mooie beelden uit de documentaire Op weg naar huis, gemaakt door Mary Heuwat. Helaas onlangs overleden, maar zij laat onder andere dit hele mooie en bijzondere werk achter. Meer achtergrondinformatie, we gaan weer even reclame maken voor de Beta di Cini pagina op de Molux Historisch Museum website. We zijn nu 70 jaar verder, 3 tot 4 generaties verder. En het is nog steeds ontzettend belangrijk om het gesprek met elkaar te blijven voeren. Onze geschiedenis is niet alleen onderdeel van de Molux-Nederlandse geschiedenis. We zijn ook onderdeel van een wereldwijde koloniale geschiedenis. Met mijn organisatie Favela Street werk ik onder andere in Brazilië, Haiti en Curaçao. Allemaal ook landen met hun eigen specifieke koloniale geschiedenis. Waarvan 2 landen ook weer met Nederlandse koloniale geschiedenis. Wat ik daar tegenkom is dat de pijn eigenlijk generaties door aan elkaar wordt doorgegeven. En de impact daarvan is ook vandaag de dag nog steeds voelbaar. En ook vaak zijn die verhalen nog eenzijdig verteld en wordt de geschiedenis nog op een bepaalde manier geframed. Wat zo ontzettend bepalend is voor het gedrag en de mindset van de mensen. En daar gaan we met elkaar over in gesprek. Ja, er zijn inmiddels 3 gasten aangeschoven bij dit gesprek. Historicus Joanniek Vreeswijk, hoofdeducatie voor de film De Oost, die dit jaar in het voorjaar uitkomt. Hou dit in de gaten. Een film van Jim Taihutu, Gouden Kalfwinnaar. En Milko Hitjobessi, activist en columnist. Jesse Taihutu, sorry, ik heb je naam niet gezegd. Laten we even beginnen met de eerste vraag, want we hebben het de hele tijd over decoloniseren. Maar kan jij, Milko, even kort voor de mensen thuis uitleggen wat zo'n term kan betekenen voor de Molukse geschiedenis? Als je het over decoloniseren hebt, dan, als je het heel kort, gaat het eigenlijk over het verhaal wat de kolonisator, of eigenlijk onze voormalige veroveraar, de kolonisator ons verteld heeft over onze geschiedenis en over onze identiteit. Dat is een bepaald verhaal, daar heeft de kolonisator een bepaald belang bij. En dat hebben we na zoveel 100 jaar hebben we dat geïnternaliseerd en gaan we dat aannemen als identiteit, terwijl dat niet per se onze identiteit is. En het decoloniseren gaat erover om die identiteit, dat verhaal wat de kolonisator ons verteld heeft, af te schudden en op zoek te gaan naar iets nieuws. Maar dat is wel heel kort dan. Ja. Ja, wel duidelijk. Ik denk, als ik hem meteen aan Jesse mag stellen, want je maakt onder andere educatie rondom de film. Dat nieuwe, andere verhaal vertellen, hoe doe jij dat? En hoe belangrijk is dat? Ik denk ten eerste de nadruk leggen op meerdere verhalen. Dat het nooit één verhaal is, maar dat de geschiedenis of geschiedenissen een vertelling is van heel veel verschillende mensen, ervaringen. En ik denk dat het stap 1 is om daarbij stil te staan. We kennen vaak de geschiedenis als een tijdlijn, zoals vandaag weten we 70 jaar geleden. Maar dat is het begin. Daaromheen de verhalen en de verschillende ervaringen, die maken dat je op verschillende manieren kan gaan kijken en dat je ook kan inleveren als je jong bent. Dus dat is altijd mijn eerste stap, is wie vertelt het verhaal en vanuit wie ben ik nu aan het schrijven of aan het les aan het geven. Ja. En Joanniek, jij als iemand die ook onderzoek heeft gedaan naar de Molukse geschiedenis in Nederland, herken jij dit? Ja, zeker. Ik denk als het ook gaat over de geschiedenis van Molukkers in Nederland, dat we dan ook moeten beseffen dat die gedeelde geschiedenis honderden jaren terug gaat in de tijd, zo'n 400 jaar terug van gedeelde geschiedenis. En als het gaat over de geschiedenis van Molukkers in Nederland, is het belangrijk om naar die gehele geschiedenis te kijken. En dat is natuurlijk hartstikke complex, want je hebt zoveel verschillende perspectieven. Maar ik denk dat het goed is om te kijken van hoe lang dat ver terug gaat in de tijd. En het begint niet pas met de komst van Molukkers in Nederland in 1951.
Nee. Over perspectieven gesproken, en dan ga ik weer even terug naar de film De Oost. Er is een trailer verschenen van een minuut en daar zijn heel veel reacties op geweest. Kan je daar kort iets over vertellen? Ja, wat ik daar vooral over kan vertellen is dat ik zou wachten tot de film uit is. En dan heb je twee uur film. Een minuut kan zo weinig zeggen en een trailer is er vooral om je naar de bioscoop te brengen. En daarbij komt er een hele grote website, De Wereld van de Oost. Die is speciaal, die is voor iedereen, maar goed in te zetten in het onderwijs. Waarin we dus een film vertelt maar twee uur. Daar kan je heel weinig uitlichten. En op die website kan je vanuit alle karakters verder kijken en dan ga je naar echte verhalen. Dus daar ben ik geïnterviewd, maar ook Yunus Polnaya bijvoorbeeld. En op die manier proberen we een bredere context te geven aan die film. Dus... Ja, Yunus Polnaya is de acteur die ook in de film meespeelt. Ja, die speelt ook in de film. En, want de reacties waren best heftig. Zeker. Kan je ook aangeven hoe dat komt? Waar ligt dat aan? Nou, ik denk dat het een ontzettend ingewikkelde en complexe geschiedenis, maar ook veel gevoeligheden. Daarbij, er zijn niet zo heel veel films over deze periode. Dus dit is de eerste grote film met ook een grote Molukse rol. Dus dat is spannend ook en moeilijk, want je kan dan één verhaaltje vertellen van één iemand. En het liefst wil je natuurlijk honderden verhalen vertellen. En als je bijvoorbeeld naar een film over de Tweede Wereldoorlog kijkt, daar zijn al miljoen films van. Dus je zet die film in de context van heel veel andere films. Ja, ik hoop gewoon dat mensen de film gaan kijken en dat we erover kunnen praten met z'n allen. Ook als je er kritisch op bent, want dat mag. En dat is goed juist, denk ik. Ja, ja. Want wat je ziet is dat er twee perspectieven eigenlijk bij elkaar komen. We zien onszelf vaak als onschuldige slachtoffer in de Tweede Wereldoorlog. Maar niet als de imperiale agressor over zee. Ik zie jou knikken, Milko. Kun je dat? Ja, er zijn meerdere perspectieven inderdaad. En ook Molukkers spelen daar een rol erin. Zeker wat het betreft het KNIL. Want het KNIL was eigenlijk een leger van de kolonisator. Maar dat is ook niet het hele verhaal natuurlijk. Omdat nu wordt het, lijkt het heel erg alsof Molukkers heel graag in het KNIL wilden zitten. Maar dat is helemaal niet zo. Want het verhaal wordt niet verteld dat de eerste 100 jaar van dat Nederland aankwam, er helemaal niet zoveel animo was om in het Nederlandse KNIL te dienen. Dat is ook het perspectief van tot in den eeuwen trouw. We zijn nooit tot in den eeuwen trouw geweest. De eerste 200-300 jaar bestonden eigenlijk uit opstanden van Molukkers die constant eigenlijk tegen een kolonisator vochten. En pas de laatste 100 jaar misschien, give or take, was er eigenlijk iets van oké, waren er minder opstanden. Maar zoals ik al vertelde, ja, de kolonisator wil dat verhaal niet vertellen, dat we de eerste 200 jaar, 250 jaar alleen maar in opstand kwamen. En dat is ook logisch, want we werden onderdrukt. Ja, en even, ik onderbreek je, sorry, maar ja. Even terug naar de vraag, hoe kunnen we het Molukse verhaal diverser en inclusiever maken? Kan je daar iets over zeggen? In het algemeen, maar ik denk dat de anderen daar iets meer over kunnen zeggen. We moeten er altijd van bewust zijn dat er belangen spelen. Een bepaald perspectief wordt niet zomaar verteld. De kolonisator heeft een bepaald belang erbij om ons een identiteit te geven. Als ik er heel kort iets mag over zeggen, bijvoorbeeld over wij als krijgerscultuur. Maar dat krijgerscultuur is maar een heel klein deel van onze identiteit als Molukkers. We zijn een volk van verhalenvertellers, vissers, boeren. Maar dat heeft de kolonisator niet nodig, want dat is niet functioneel. Ze halen dat. Alleen dat stukje krijgerscultuur halen ze eruit en vergroten ze heel erg groot. En dat nemen wij nu hier mee naar Nederland. En dan zeggen we, ja, wij Molukkers rennen niet weg, maar... Ja, en eigenlijk wel mooi wat je zegt, hè, van dat strijden. Maar Joniek, je hebt heel veel onderzoek ook gedaan. Want wat zien wij nog, waar misschien wat minder aandacht voor is, wat we nu nog tegenwoordig wel terugzien van die Molukse cultuur in het nu? Iets wat de eerste generatie echt van Maluku naar hier heeft meegenomen, zijn natuurlijk die verwantschapsstructuren, die dorpsstructuren die binnen onze Molukse gemeenschap van heel erg belang zijn. Wij kijken heel erg naar de achternamen, bijvoorbeeld Pella-schap is heel belangrijk bij ons. En dat is iets echt wat uit de pre-koloniale tijd nog is overgebleven en wat ook laat zien hoe sterk die... Hoe nauw de banden zijn, hoe belangrijk die banden zijn en hoe belangrijk dat is binnen onze gemeenschap. En daar komt ook dat
Ali Rasa, Beta Rasa vandaan. Dat saamhorigheidsgevoel is eigenlijk allemaal weer te herleiden naar die verwantschap en die sociale dorpsstructuren. Ja. Dus dat is een van de dingen wat echt nog vanuit die pre-koloniale tijd komt. Heel mooi, ja. Heel mooi. Ali Rasa, Beta Rasa, wat jij voelt, voel ik ook. Heel mooi. Jessie, een vraag aan jou, want jij geeft les aan het gymnasium. Hoe reageren leerlingen op de geschiedenis als je dit vertelt? Ik geef film en daar is het mooie ook wel van dat je zelf heel erg kan kiezen wat je laat zien. Wat je het meest hoort is toch, dit wist ik niet. Maar dat zie je nu ook als er dan bijvoorbeeld de filmpjes online komen die op grote platforms, alle reacties zeggen, ik had het niet op school gehad. Dus ik denk daarin ook dat een goede start is dat het meer in de kanon komt. En dan ook hoe, wat voor bronnen gebruik je in de klas, wat voor afbeeldingen laat je zien, wie laat je spreken en vanuit wie is het, zijn het mannelijke verhalen, vrouwelijke verhalen of verhalen van kinderen en tieners. Voor mijn eigen doelgroep probeer ik altijd vanuit mijn opa te spreken toen hij jong was, zodat ze meer begrijpen wat periodes kunnen betekenen en daar inleving in. Ja, want waarom is dat belangrijk, een mannelijk verhaal en een vrouwelijk verhaal? Of? Ten eerste zodat het een geschiedenis van mensen wordt en niet alleen maar van gebeurtenissen tussen bijvoorbeeld Nederland en andere gebieden, maar dat al die verschillende personen stemmen krijgen. En ik denk dat de geschiedenis vaak mannelijk dominant is, dus dat daarin ook er waren niet alleen mannen. Alle vrouwen knikken. Dus het is belangrijk, want dan kan je ook jezelf in een situatie zetten, zoals een normale gezinssituatie. Hoe ging je daarmee om in een tijd van conflict bijvoorbeeld? Als je het alleen maar over de strijd hebt, dan weet je helemaal niet wat het voor de burgers gedaan heeft. En dat maakt het inlevingsvermogen een stukje lastiger. Ja. Ja. Scherp, ja. Ja. Zijn er, Joniek, jij als historicus ook, zijn er bepaalde verhalen uit die Molukse geschiedenis die dan meer een podium verdienen? Bijvoorbeeld verhalen van vrouwen? Ja, ik sluit me wel aan wat Jessie ook heeft gezegd, dat het verhaal van de vrouwen toch wel vaak onderbelicht blijft. De vrouwen die meegingen met de kneelsoldaten en om het even wat persoonlijker te maken. Mijn oma ging bijvoorbeeld met de broer van haar moeder mee, een marine militair. En zij was ingeschreven op de naam van haar nichtje. Mm. Maar wel met diezelfde tijdelijkheidsgedachte die ze allemaal hadden. Van 3 tot 6 maanden in Nederland verblijven. Maar nou, dat soort verhalen, dat wordt soms misschien nog wel onderbelicht vergeleken met die verhaal van de kneelmilitair. Nee, absoluut. Dat denk ik ook. Dus ook dat is belangrijk om onderdeel te maken van de verhalen en de diversiteit binnen ons als gemeenschap, denk ik. Ja. Volgens mij gaan we afronden, hè, Jefta? Ja, dat klopt. Het gaat zo hard. Het gaat zo hard. Ja, ontzettend bedankt in ieder geval voor jullie komst en voor jullie bijdrage. Volgens mij gaan we overschakelen naar een nieuw item. Ja, ja. Toch? Zullen we gaan? Ja. Ja. Muziek eerst nog. Het is natuurlijk altijd, er is natuurlijk altijd ruimte voor muziek. Dus daar zijn ze weer, onze band. Thank you.
Hey, we hebben het er net even over gehad in de pauze, maar Merië Huat is een man. Ja, nee, excuus daarvoor. Ik denk dat het de zenuwen zijn geweest. Nee, en hij bleef altijd een beetje buiten de media. Trouwens een hele goede documentairemaker en jazzmuzikant. Maar misschien kunnen we dat ook een plek geven op de Bitta di Cini-pagina. Voor nu is Henry Timizela aangeschoven aan tafel. Want we gaan zo via een live verbinding in gesprek met Ambon. En daarna gaan we iets lekkers nuttigen. Want we zien dat Dickie, wat die meena, al heel druk is in de keuken. Kijk. Heeft hij aanvulling op het gesprek van net. Dus tegenwoordig staan niet alleen vrouwen in de keuken. Nee, maar ook op het voetbalveld. En ook op het voetbalveld. Heel goed. Ja. Nou ja, we gaan zometeen naar Ambon. Althans, digitaal. Want Bappa Pendeta Jackie Manaputi, dat is een voorganger. Ook vredesactivist in de oorlog, de burgeroorlog, de Kurusuan zoals we die noemen, van 1999 tot ongeveer 2003, had hij een vooraanstaande rol als het gaat om peacekeeping. En als provocator daarmee, dus als provocateur van de vrede, heeft hij ook een grote prijs gewonnen in New York. En we gaan hem even daarover bevragen, wat zijn bevindingen daarvan zijn. Mooi. Dus ik ga even schakelen naar Bappa Jackie. Bappa Jackie, selamat siang waktu Belanda, selamat malam waktu Ambon. Selamat siang, bersaudara di Belanda, Bung Henry, dan bersaudara semua. Semua baik di sini, Bappa Jackie. Hari ini hari bersejarah untuk kita orang. I can feel it. Yeah, Bappa Jackie. So I think it's good if we campur saja. So we switch in English because I was wondering, Bappa Jackie, as a peace provocateur, your work in peacekeeping, what can the world learn from Maluku when it comes to peace? Oh, thank you, Bung Henry. It is a great question, actually. For me, Maluku was the center of the ancient world during the spice trade period. Maluku is the destination region for archaeological studies for centuries. Maluku is also the largest archipelago of Indonesia. Maluku has extraordinary natural beauty and natural resources as well. Maluku is a place to learn about the history of the encounters of various ethnic groups, as well as cultural coatings and blood stain for thousands of years. Maluku is a place to learn about conflict and peace. Maluku is a place where people can feel amazed by the musical character of their people. The conflict and peace in Maluku is an extraordinary learning area for many national and international scholars nowadays. Even though the Maluku conflict in 1999 to 2002 has ended, but till nowadays there are still many scholars who have come and learned about how the Malukan people quickly built peace after the bloody conflict. Peace efforts in Maluku have become the subject of study by international scholars, and it enriched the development of peace studies in various universities and institutions across the world. The peace process of Maluku has inspired many other regions in Indonesia and the world, Bung Henry. So that's good to hear that Maluku can be a good example, Bappa Jackie. I was wondering, since this is a day when we commemorate 70 years of Maluku people in the Netherlands, what would you like to say to the Malukan diaspora in Di Belanda? Yes, a bit sad, but please accept my great congratulations on the 50th anniversary of the arrival of Maluku in the Netherlands. Hopefully, the sad story of the arrival of the first generation of Maluku people in the Netherlands has reached the recovery stage in the current fourth generation of Maluku there in the Netherlands. This is the time for the current generation of Maluku to rise up and join hands to build the Malukan self-esteem and dignity everywhere in the world. We need to write down the future history of upcoming generation of Maluku all over the world, replacing the bitter past with the glory future
of our beloved Moluccan people. We all know that in various fields, Molucco young generation have achieved their success and gained recognition both nationally and internationally. We're really proud of it. We have to build bridges to connect all the potential dots of the young generation, of the future generation of Moluccan people. This is the momentum since we are living the borderless world, and it will be easier for us to build bridges that connect Moluccan, Molucco generation everywhere. May God bless us all. Thank you so much, Bapak Jackie. Connecting the dots, we will build bridges. Thank you so much for your contribution okay. On this memorable day. Terima kasih, Bapak Jackie. Ja, we blijven nog even in Ambon, maar het is tijd voor kunst. Eko Saputra Poseratu is een jonge dichter uit Ambon die optreedt in Indonesië en daarbuiten. Vorig jaar ook in Nederland. Zijn werk kenmerkt zich door raken teksten uit het hart, zonder angst voor het doorbreken van taboes. En zijn doel is om Molucco sterk te maken. Eko heeft speciaal voor dit programma een spoken word met video op maat gemaakt. En hiervoor is hij speciaal naar Seram, het moedereiland, afgereisd. Met een boodschap voor de wereldwijde Molukse gemeenschap, Molucco anno 2021, een gedroomde gezamenlijke toekomst. Ale inga katong ini sapa? Ale lia katong ini sapa? Ana-ana nunusaku. Langit tanah jadi satu. Alifuru. Jadi nunu waisane. Bukan teru, tapi sane. Yang mengalir dalam darah. Mandi di panas macam tala. Mengalir nyali dalam eti sapalewa. Dapat jaga dari upu tahola. Satu nyawa, satu jiwa, ina ama. Ale inga katong ini sapa. Ale inga ulu sejarah di Parangpatimura. Ale inga mata ombak di tombak Marta Kristina. Anak-anak kabaresi. Dari rahim kapua upu ila kahuresi. Inga darah-darah yang sudah di lautang. Yang manetes dari cinta-cinta kapitang. Inga Jan Peterson. Inga Banda, inga Balanda. Inga berapa ribu nyawa jadi tanda. Inga, inga, kasih tanda di dada. Gunung kas keluar api, katong ini api. Ale inga kota Inten. Ale inga Molucco. Inga bawa generasi pun generasi, kas lahir revolusi-revolusi. Dari kapal-kapal besi, yang pono anyer konspirasi. Katong tetap hidup dari ina pun asi. Tumbuh deng ina pun tali kaeng, tak ika satu deng yang lain. Satu dapat caka, satu baca mantra. Mantra-mantra gandong, bela darah. Satu saudara, biar beda sejarah. Gunung sem putus ikatan. Laut sem talang ingatan. Hei, buka mata. Kas babunyi kapata. Keluar dari atap-atap sagu. Bunuh itu ratap, bunuh itu ragu. Injak tanah cakalele. Injak tanah cakalele. Lia Molucco sekarang. Lia asin air mata tak kumpul di karang. Lia meja hilang tanpa garang. Lia anak-anak hilang pendidikan. Lia saudara hilang bahasa. Lia saudara hilang rasa. Lia katong hilang budaya. Lia saudara hilang lahan. Tambah hari tambah bahaya. Hei! Jangan lupa Molucco kah. Kasih tangan yang biji ruku kah. Gandeng-gandong, baku gendong kah. Kamong yang di tanah ini. Kamong yang di tanah Belanda kah. Bersatu bangun Molucco kah. Bariti pica inga hekaleka kah. Ini sewaktu, bulaka belum rubuh, biar jatuh sajuta salju, ale tahu ale pun baju. Mesti ingat tiga tungku, mesti bangun Molucco, mesti kasih maju Molucco, mesti sayang Molucco, mesti cinta Molucco, mesti jadi Molucco, mesti satu, Molucco. Mesti jadi Molucco, mesti satu, Molucco. Ja, van al dat praten hebben wij trek gekregen. Dus wij gaan een typisch Molucks gerecht, papeda, eten. En ik moet iets, hoe zeg ik dat, opbiechten. Het wordt voor mij de eerste keer. Dickie Watimena, de chef-kok, de beste van Nederland, heb ik gehoord. Nee? Gewoon
Maar... Ik heb wat meer een chef-kok van haar. Oké. Maar uw papeda is wel heel bijzonder, want ja. Het is gemaakt met... Van sagu. En dat komt uit de Molukken. Ik transporteer het vanuit de Molukken, vanuit Aburu. Dat is de plaats waar mijn schoonmoeder vandaan komt. En daar heb ik het ook echt van geleerd. Je hebt twee soorten papeda. Eén de zachte vorm. De Aburunese vorm is lekker stevig. Ja. Er zijn strijders. Dus je moet goed een gewulde maag hebben. Ik heb serveerd het met de pinankuni. Ja, ik heb een lepel bij, maar... Eigenlijk niet. Eventjes alleen maar om de saus eroverheen te doen. En daarna gewoon traditioneel lekker slurpen uit de dorp. Dat moeten we jullie wel even voordoen, hè? Want voor mij wordt het de eerste keer. Jullie hebben dit vaker gegeten, neem ik aan. Wij hebben het zeker. Ja, zeker wel. Ja. Zeker wel. Kijk, ik draai het hier en de dames die lopen altijd zo rond en die gaat er daar. Maar het blijft gewoon aan de stok. Ja. Dus bij deze. Dank u wel. Ja. Is een Molukse delicatesse. Inmiddels in mijn restaurant. Nederlanders, Belgen en Fransen die dit al geprobeerd hebben. Dus we worden gewoon ontdekt door allerlei andere werelddelen, zeg ik dat. Zo. Oh, jullie krijgen ook een beetje. Ja. Ik ga alvast wat saus eroverheen. Ja, de saus moet overheen. Ja. Die kan je gewoon zo eroverheen gieten, zeg maar. En dan moet je naar je bord toe. En je kan met je lepel een klein beetje omhoog halen om het... Ja. Ik ga sowieso eerst afkijken. En kijk, hoe meer je slurpt en hoe meer je geluid je maakt... Hoe beter. Hoe beter. En daarmee... dan smaakt het beter. Ja. Of heter. Is die perdies, Nicky? Dus ik heb expres niet echt... Oh, dankjewel. Ja, gewoon lekker. Ja, nou dan ga ik het ook maar even proberen. Slamat makang. Yes, slamat makang. Dankjewel. Aburunees zeggen ze het. Ane lapia. Yes. Oké. Nou, ik ga het even proberen. De vishuis overheen. Ik doe dit al goed, toch? Maar ik wacht op jullie, hè? Ik wacht echt op jullie. Oké, dan gaat het. Ja, zullen we? Ja. Vroeger in 19... Vroeger was het namelijk zo. Ze kon het niet importeren uit de Molukken. Dus dan werd het met aardappelzetmeel gedaan. Ja. Als vervanger. Maar dit moet gewoon op zijn traditionele manier de echte papeda sagu. Mijn moeder zei dus altijd... er is een reden waarom Molukkers goed kunnen zoenen. En dat heeft dan met dit te maken waarschijnlijk zo, ja. Ja. Ja, Henry. Lekker. Dankjewel. Dankjewel, Dickie. Doei, Cassie. En het brengt mij in ieder geval weer terug naar, naar mooie tijden. Kijk, eten en muziek maken verbindt. Daar gaat het om. Dankjewel. Dankjewel. Wij gaan dit lekker opslurpen. En Jefta, volgens mij gaan we gelijk door ook naar het volgende item. Ja, de Molukse gemeenschap is divers. En dat is ook logisch, want er zijn meer dan 1000 eilanden. Zo hebben we in Nederland ook een grote Tengara-gemeenschap. Onder Tengara worden Zuidoost-Molukkers verstaan. De mensen die onder andere uit Kei, Tanimbar en Aru-eilanden komen. De meeste Zuidoost-Molukkers wonen vandaag de dag in Zwolle, Zevenaar, Rijssen, Helmond, Nistelrode, Kuik. Maar een van die plekken waar in de jaren 50 en 60 Zuidoost-Molukkers werden gehuisvest, waren Kamp Laarbrug en Kamp Eerde. Hier woonden ruim 500 mensen in houten barakken die eerder dienst deden als werkkampen. Nu is Laarbrug een camping. En wat belangrijk is aan de Tengara-gemeenschap is dat de Keyese en andere Zuidoost-Molukkers goed in staat zijn geweest om altijd allerlei zaken uit hun eigen cultuur te bewaren. Zoals het gebruik van het Keyese naast het Maleis en het Nederlands bijvoorbeeld. Mooi. Ja, mijn oma die heeft Keyese en Chinese roots. Dat zei ik in de intro inderdaad al. En volgens mij gaan wij nu eerst naar sfeerbeelden kijken van een Chakalala performance. Dus laten we daarna gaan kijken. Chakalala. Daar ga ik weer. Ja. Thank you.
Dag allemaal, dames en heren, jongens en meisjes. Mijn naam is Morris Matenbond. Ik ben nu in het Overijsselse Ommen, voormalig kamp Laarbrug. Daar is een grote gemeenschap van de Tengaren gemeenschap, heeft zich hier gevestigd in de jaren 50. Ik spreek met twee bewoners, oud-bewoners, tante Ina Sedouboen en oom Oelis Renjaan. Oom Oelis, hier heeft hij gewoond. Ja. Veel veranderd natuurlijk, het is nu een camping geworden, maar wat is er juist niet veranderd hier? Wat niet veranderd is, wat we nu hierop staan, dat is vroeger waar wij hier staan, is nog grasveld. Toen was het een voetbalveld waar iedereen een ontmoeting zette voor onze mensen die altijd met de bussen hier komen. Ja. Voor mensen die naar de berg gaan, onze ouders en de kinderen met de bussen die we ook naar de school brengen. Ja. En dat is die plantpan waar we daar staan, dat is ook een moestencentrum van ons. Dat komen ze altijd samen. En daar, als je eventjes naar rechts gaat, dan heet ook die badhuis. Ja. Daar kunnen we altijd wassen, douchen, ballen. En aan de linkerkant die vrijgezellenbarak. Daar, ja, precies. Al die vrijgezellen die zitten allemaal daar. En dat is dus een beetje dat. Als ik het kort samenvat, is dit een ontmoetingsplek en een vertrekpunt voor de ouderen die dan naar werk gaan. Ja. En voor de kinderen die naar school gaan. Ja. Nou, deze lantaarn wel achter ons, die staat er nog steeds. Die staat nog steeds, dat is ook een beetje origineel. Ja, en dan een badhuis en een vrijgezellenbarak. Ja, dat zijn de drie originele massen die nog bestaan. Ja. Tante Ina, u zat eerst bij kamp Eerde, vervolgens verhuisd naar voormalig kamp Laarbrug. Wat zijn uw ervaringen als kind? Nou, mijn ervaring als kind, ik zat vroeger op de MULO en toen moest ik als vertaler in een vergadering voor de vaders. Voor de vaders, hè. En hoe oud was u toen? 12, 13 denk ik. 12, 13, toen ging u al vertalen voor de ouderen. 12 voor de ouderen. Dat ging goed. Dat ging hartstikke goed. Ja. Maar ja, daarna heb ik herinneringen aan de meertje bij ons in Laarbrug. En dan kon je naar de spoorlijn over en hebben we een hele grote meer. Ja. En daar gaan we altijd zingen. De jongens spelen gitaar en de kleine kinderen die gingen daar zwemmen leren. En wij zingen allerlei Molukse liederen natuurlijk. Hè? Ja. Dat was hartstikke leuk. En wat voor liederen waren dat bijvoorbeeld? Ja, gewoon Molukse liederen. Ja. En, en we hebben ook altijd, vroeger was er geen discotheek. Bij de ouders gaan we ook altijd dansen, pick-up. Ja. En platen spelen. Oh, en mooi, heel gezellig. Ik vind wel echt twee mooie verhalen. Er is nog één verhaal en daar kan Talita waarschijnlijk iets meer over vertellen. Ja, goedemiddag allemaal. Mijn naam is Talita Rahayaan. Ik sta hier samen met tante Octavina Hoeksen-Pohorayaan. En tante, vandaag bent u precies 70 jaar geleden in Rotterdam gearriveerd met de Kota Inte. We staan nu in het voormalige kamp Laarbrug waar u van uw 11e tot 18e heeft gewoond. Kunt u nog precies aanwijzen waar u gewoond heeft? We hebben daar gewoond, daar stond een barak. Ja? Ja. En dit was inderdaad nog met grind, hè? Ja. Ja. Ja, en heeft u misschien nog een leuke herinnering aan vroeger, bijvoorbeeld de kraambarak? De kraambarak, ja, heel goed, ja. Mijn moeder was als de oudste van de kamp hier. En als een bevalling aan de gang is overdag, dan roepen ze mijn moeder om te helpen. Te assisteren. Te assisteren bij de vroedvrouw en de verpleegsters. Ja. En klopt het dan dat u min of meer in de voetsporen van de moeder bent getreden? Ja, dat klopt. Ja. Via de CSZ, Commissariaat Ambonese Zorg, ben ik opleiding gaan volgen in Leeuwarden. Oké. Okay. Ja. En we staan hier nu op het bekende veldje in Kamp Laarbrug. Voor zover ik weet staat de oude boom er nog. Heeft je daar nog een bijzondere tastbare herinnering aan? Jazeker, ja. Daar, daar hing dus een kerkklok. Ja. En de kamp van Kei. Ja. Ze hebben dus geld ingezameld om een kerkklok te kopen voor de mensen daar, want daar hebben ze gevraagd. Okay. Dus toen hebben ze die klok dus hier besteld en toen is het verscheept naar Kei. Ja, zoals ik goed begrijp is het nu oké en heeft u dat jaren later ook gezien daar? Ja, zeker. In 2014 ben ik daar geweest op vakantie en ik zag die klok hangen. Ik moest even huilen. Ja. Ja, want die klok die is helemaal verweerd vanwege de zeelucht. Nou, bedankt voor uw verhaal dat u dat met ons wou delen. Om Oelis en tante Ina ook hartstikke bedankt en groetjes uit Kamp Laarbrug. Meer informatie vindt u natuurlijk op de Beter Dicini pagina van het Molukse Historisch Museum. We schakelen zometeen door naar de volgende live locatie, Ridderkerk. En het bijzondere van Ridderkerk is dat in de jaren 60 daar mensen uit Politie Negara terecht zijn gekomen. Als verstekeling aan boord gebracht door een Nederlandse luitenant Veldman.
En niet alleen dat, ook een klein gedeelte van de islamitische gemeenschap uit Balk is daar terechtgekomen. Hoe is het anno 2021 in Ridderkerk? Laten we gaan kijken naar deze bijzondere verhalen. In 1951 kwamen de eerste Molukkers naar Ridderkerk. Deze jonge politieagenten van de politie Istimewa Negara zaten als verstekelingen aan boord van de Kota Inten. Samen werden zij in kamp Q geplaatst. Hier trouwden zij veelal met Hollandse vrouwen uit de wijk. Obaja is sinds 1963 de grondslag van onze grootouders. In grote getalen kwamen zij hier samen om als Grija Indio Maluku hun geloof te belijden en te beleven. Hier zijn verbindingen uit voortgekomen zoals Perkasatuan Pumuda Christen Maluku, het Moluks Jongerencollectief, Stichting Maju en Sapasanka. Masjid Bait al-Rahman. Dit betekent het huis van de barmhartige. Dit is onze Rumatua, een stukje historisch erfgoed voor de Moluks Islamitische Gemeenschap in Ridderkerk. Deze moskee is toegankelijk voor alle nationaliteiten met behoud van de Molukse identiteit. De op Nusa Laut geboren Koosje Ayal sloot zich als 16-jarige jonge vrouw bij de guerrilla tijdens de Japanse bezetting op Nieuw-Guinea. Koosje ontving verschillende militaire onderscheidingen voor haar strijd bij het verzet. Na haar overlijden in 2015 is ze juist in 2021 in haar laatste woonplaats, Ridderkerk, een straat naar haar vernoemd. De projectgroep Urania is in 2011 opgericht. Molukkers waren toen 60 jaar in Ridderkerk. Urania staat voor de voorwaartse beweging die wij als Molukse eenheid in Ridderkerk vormen. Het woord Uru wordt zowel door de islamitische als christelijke gemeenschap gebruikt om het woord mens aan te duiden. Hiermee maak je geen onderscheid in geloof. Het woord Nia betekent gaan of beweging. Dit feest met traditionele dans en muziek bracht iedereen samen en maakte de Molukse band nog sterker. Wauw, wat een mooie intro. Net zagen jullie een klein stukje waar Ridderkerk voor staat. Dat is verbinding en eenheid. Jullie zijn nu in Ridderkerk. We staan nu in het gebouw Den Donk, waar veel feestjes worden georganiseerd door de Molukse gemeenschap. Mijn naam is Rashida Tuluaya. En mijn naam is Shilaro Lebessi. We gaan wat korte vragen stellen aan de derde generatie Molukkers uit Ridderkerk. Zij delen dan hun kijk erop op het heden, het verleden en de toekomst. Laten we beginnen. Hey Daglan, welkom. Kan je jezelf eens voorstellen? Ja, tuurlijk. Mijn naam is Daglan Launuru. Ik ben 31. Ik kom dus uit Ridderkerk. Mijn opa is van Launuru, andere opa van Rollo Bessie. En rond 1966 kwamen zij dus vanuit Friesland naar Ridderkerk. Dat is mooi. Kun je wat vertellen over de Molukse gemeenschap in Ridderkerk? Ja, tuurlijk. Het bestaat uit zowel moslims als christenen. Eigenlijk wel gewoon positief. Iedereen laat elkaar in hun waarde. Zoals je weet heeft Ridderkerk geen wijk, maar we weten elkaar toch gewoon te vinden. Zoals nu bijvoorbeeld. Of met een feestje, of helaas met een begrafenis. Toevallig ga ik zelf ook met iemand van Saulata, is mijn vriendin trouwens, Deborah Saulata. En dat gaat ook gewoon prima met de verschillende families. Ik zou zeggen, mijn boodschap is meer Moluk zijn dat verbindt. Je kijkt niet naar geloof, naar politieke voorkeur. Laten we gewoon met z'n allen vooruit gaan. Ja, precies. Dank je wel. Deborah, kan jij jezelf eens voorstellen? Ja, mijn naam is Deborah Saulata. Mijn opa komt uit Emma, Ambon. En die zat dus in Kamp Q. En is uiteindelijk met een Hollandse vrouw getrouwd. Dat is mooi. Nou, we hebben net een kort filmpje gezien van het Urania-feest in 2011... De Molukkers die waren toen 60 jaar in Nederland. Kan je daar wat over vertellen? Ja, natuurlijk. Urania is inderdaad 10 jaar geleden opgericht door zowel tweede en derde generatie islamitische en christelijke Molukkers uit Ridderkerk. En stond echt voor de voorwaartse beweging die wij wilden neerzetten. Ja, het feest was een combinatie van heel veel dans, cultuur en muziek. Ja. En van gemengde groepen ook. Dus zo zaten wij onder andere samen in de Menari-groep, ook ja, met Josephine. Ja. En er was een Chakalidde
uitvoering die ook heel mooi was van beide culturen. Dus zowel islamitische groep en een christelijke groep. Maar die toonde wel op het eind echt de verbroedering. Ja, en dat vinden wij gewoon heel erg belangrijk. We kregen daar ook heel veel mooie positieve reacties op. Zowel uit Nederland, uit verschillende wijken, tot aan Ambon toe. Dus dat was wel heel, heel bijzonder. Ja, precies. Dat hebben we inderdaad goed neergezet met z'n allen. Zeker. Bedankt voor je uitleg. En dan gaan we nu eventjes door naar Rashida. Ja, bedankt Rashida. Jij, stel je eens zelf voor. Ik ben Josephine Evers, kleindochter van Koosje Ayal. Zojuist ook in het filmpje geïntroduceerd. Zeker, heel erg mooi. En als kleinkind van oma Koosje Ayal kom je natuurlijk uit een groot familie. En je oma's naam is voor eeuwig op Koosje Ayal straat. Heel erg mooi. Ja. En hoe zie jij de Molukse gemeenschap in de toekomst? Ja, mijn familie is natuurlijk super trots op dat ze op deze manier vereeuwigd is. En het is gewoon een manier waarop haar verhaal verteld kan worden in Nederland. Krijgen bijvoorbeeld ook de nieuwe inwoners van de straat. Die krijgen een informatieboekje met wat ze gedaan heeft, wie ze is. Ja. Meer geschiedenis. En dat is ook echt wat ik denk dat belangrijk is in de toekomst voor ons als derde generatie. Om die verhalen door te blijven vertellen aan kleinkinderen, weet ik het allemaal. Maar ook juist buiten de Molukse gemeenschap om. Zodat deze verhalen niet vergaan. Want het is zo bizar wat er eigenlijk is gebeurd. En in Nederland weet niet iedereen dit. Dus dat is denk ik wat voor de toekomst het belangrijkste is voor onze generatie. Ben ik zeker met je eens. En heel erg bedankt voor je mooie woorden. Dankjewel, Malouke Ridderkerk. Onze boodschap aan jullie. Laten we met z'n allen één zijn. Ongeacht geloof, politieke voorkeur. Satu Gandong. Maju Kumuka, sama sama. Ja, heel mooi. Koosje Ayal. Zo zie je hoe belangrijk het is om dat soort namen en geschiedenissen ook een plek te geven in het straatbeeld. Wat ook een vorm van decoloniseren is. We gaan naar het volgende thema en dat is Vaassen. Dat is de plek waar ik zelf in een woonoord ben geboren en in de wijk ben opgegroeid. Vaassen ontstond in de jaren 50 door de grote industriële bedrijvigheid in de buurt. Bedrijven waren op zoek naar werknemers. Zo ontstond woonoord Vaassen. Molukkers kwamen er vanuit het hele land om er te werken en te wonen. Het woonoord is in 1958 geopend door koningin Juliana. Wat Vaassen kenmerkt is de grote diversiteit. Molukkers kwamen uit het hele land. Dus kwamen ook uit Midden-Molukken, Maluku Utara, Noord-Molukken, Zuidoost-Molukkers vestigden zich. En daarnaast is Vaassen ook eigenlijk bekend als de woonplaats van generaal Tamaela, maar tegelijkertijd ook een grote aanhang van de Badampurse Tuan. De gewelddadige ontruiming op 14 oktober 1976 heeft een diepe wond geslagen in de Vaassense gemeenschap. Daarna groeide de werkloosheid en de drugsproblematiek die tot op de dag van vandaag voor de bewoners voelbaar is. We gaan naar Vaassen. Geboren met hun voeten in het warme zand, roerloos bevroren in het diepe platteland. Afgeschermd, beschermd achter de woestijn. Eendracht verbonden door houten planken in een rij. Ritme door slot en steen verstoord, beneveld, gekneveld. Onze vader werd niet gehoord. De banden niet verloren, een toekomst wint terrein. Verjongde idealen, verzachtende wijn. En de wind vindt nog altijd zijn weg achter de woestijn. Vernieuwt het zand, maar verzwijgt niet de pijn. Banda te ta.
Goedemiddag allemaal, welkom in Fase. Mijn naam is Quincy Masbaitella. En ik ben Sharelle Taribuka. En vandaag staan we hier en overal in het land bij elkaar om te herdenken. Herinneringen aan de komst van de Molukkers die al 70 jaar achter ons ligt, maar nog steeds heel dichtbij is. De herinneringen van onze opa's en oma's zijn kostbaar. Vele decennia later, tweede, derde, vierde en vijfde generatie, die leeft voort. De gebeurtenissen van lange tijd geleden blijven in ons voortbestaan. 14 oktober 1976, een dag wat voor vele Molukkers uit de wijk Vaassen niet uit hun geheugen te wissen is. Stilstaan bij wat er is gebeurd helpt ons om aan anderen en ook aan onszelf vragen te stellen. Herdenken vraagt van ons om naar elkaar te luisteren. We staan vandaag dan ook met tante Nonna Patimukai. Tante Nonna, u was er zelf natuurlijk ook die dag. Wat kan u herinneren van die dag? Ik werd om ongeveer 5:45 in de ochtend wakker door gedreun. Bleek dus een panzervoertuig die naast onze huis stond. Ik sprong uit bed, keek uit het raam, recht in de loop van een marchechaussee die geknield stond tegenover ons huis. Circa 10 uur werden we beschoten met traangas en het hele gezin werd uit huis gehaald. We werden afgevoerd naar het politiebureau. Ja, tante Nonna, dank u wel dat u uw verhaal met ons wilt delen. Het is echt heel heftig. Ja. Wil ik nu graag het woord geven aan tante Londa. Tante Londa, u was er net als tante Nonna ook bij die dag in 1976. Yeah. Kunt u mij vertellen wat er die dag door u heen ging? Het was gewoon heel beangstigend. En gewoon net alsof er een oorlog uitbrak. Ja. Door al die tankwagens, die geluiden wat je hoort. Dan heb je dan mijn broers en mijn zusjes. Het is gewoon echt... En ook voor mijn ouders vond ik dat heel heftig. Ja, dat begrijp ik. Heeft u heel mooi gezegd, tante Londa. Bedankt voor uw antwoord. Wil ik tante Marna even het woord geven. Dag, tante Marna. U was er zelf natuurlijk ook bij. Welk impact heeft dat nog voor u? Niet nog steeds heeft het veel impact, maar want ik heb gesprekken gehad met een psycholoog om het goed te kunnen verwerken. En ik was heel erg angstig, vooral bij het horen van zware motorgeluiden, bijvoorbeeld een vrachtwagen. En ook echt heel veel nachtmerries over gehad. Ja, ondanks die gebeurtenis woont u natuurlijk nog steeds hier in de wijk in Vaassen. Ja, waarom heeft u besloten om hier eigenlijk nog steeds te blijven wonen? Ja, het is ook omdat mijn moeder hier woonde. En uiteindelijk ben ik toch thuis hier. Ja. En het heeft u heel mooi verwoord hoor, tante Marna. Bedankt. Dan sluiten we het hierbij af. We willen de eerste generaties en de generaties voor ons in ieder geval bedanken voor de mooie herinneringen die ze voor ons hebben achtergelaten, ondanks de slechte herinneringen. Ook ontzettend mooi gezongen, weer een ontzettend mooi item ook uit Vaassen. Leuk om ook wat eigen familieleden daar te zien, mijn nicht Shirley en ook Paaltje op de drum. We gaan verder met muziek, want met onze eigen band het nummer Atsalku.
Atsalku, een lied geschreven door John Parera en bekend geworden in de jaren 80. Dit lied is eigenlijk onlosmakelijk verbonden aan de Moluccan Moods, Avonden in de Paradiso. En na 30 jaar uitgegroeid tot een soort Molukse evergreen. Een ballad over diepe liefde voor de Molukken, het land van hun ouders. Het doel van Molukken Moods was het stimuleren en activeren van Molukse muzikanten in Nederland. En meer aandacht kweken voor Molukse muziek. De oprichters waren Eddy Tutwarima, Zed Mustamu en wijlen Eddy de Kransi. Naast het vastleggen van de Molukse muziekgroepen werd ook de kloof tussen de Molukkers in de steden en de Molukkers in de woonorden en de wijken meer gedicht. Muziek verbindt. En even over fase nog. Nou, we zien de trauma die het heeft achtergelaten, maar tegelijkertijd ook de veerkracht. Nou, dat brengt ons naar ons volgende gesprek. Die zullen we verder voeren in het Engels. Voor onze, bij mij is aangeschoven Tamara Sukota, geboren en opgegroeid op Ambon. Woont sinds 10 jaar in Nederland, waar zij een PhD-onderzoek doet aan de International Institute of Social Studies, onderdeel van de Erasmus Universiteit in Rotterdam en lesgeeft aan de Universiteit in Leiden. Met haar onderzoek richt ze zich op kolonialiteit en segregatie op Maluku na de oorlog in 1999. Welkom, Tamara. Welcome to the studio. Thank you. My first question is, how can you describe your own connection with Maluku? Well, you mentioned earlier that I was born and I grew up in Ambon. So my connection with Maluku is both with the place, but also with the people. I'm a descendant of Moluccans, so it's a blood connection, but also a direct connection with the place that I was born in. Yeah, beautiful. And what do you think is important when you think about 70 years of Moluccan people living in the Netherlands? I think it's important to address the many silence narrative that are not yet spoken. The many stories that people kept on their own, not because they don't want to tell the story, but because there is almost no space that are not really censored where they can speak about their stories. So I think to address those silent narratives is very important. Yeah, and how can we create those safe spaces where we can have this conversation? I think this is one, right? One just of addressing, The first starting point, I think. To address the safe space, I think people misunderstood the safe space as a space where you always feel comfortable with, the conversation will always be fun. But safe space for me is where you can speak about many things that are painful and still feel safe to express them and know that it is okay to speak your truth there, and people would not judge you for that. And I think that safe space is what we need amidst a lot of segregations within the Moluccan communities, both in Maluku but also in the Netherlands. Yeah. And do you feel like there, how much work do we still have to do here in the Netherlands? And where do we start with this conversation, but what's after this, you think? I think perhaps a lot of conversations as well. How much do we still have to do? A lot. Yeah. I'm not sure if we actually have started the real work yet.
Because there are many spaces, but most of those spaces are censored. And I think we have barely scratched the surface when we try to have conversations, but we haven't actually addressed the elephant? Yes, in the room. Thank you. And if you'd say the real work, what do you mean by that? Because we're scratching the surface, but how can we get deeper? Well, first by having the willingness to do so. And to address the many wounds that are still there. I think it's impossible to watch the whole thing that we watched for almost 1.5 hour now without actually feeling that the wounds are very much there. And in some cases, it's still bleeding. So Because with wound, you mean the colonial wounds? Yes, the colonial wounds. I think it's clear, but perhaps we haven't really speak about it, that the wounds that we experience, the pain that you can feel throughout this program comes from a history of colonialism, right? That cannot be denied. Right. Maybe start from there. Yeah, because we can talk about healing without talking about the colonial wounds. We can. I mean, we can superficially, right? I mean, like talking about healing without addressing the wound is when you see someone in pain, you just slap a Band-Aid over the wound and that solves the problem. That is also a way of, you know, pushing you toward healing. But I think the real healing comes when you really want to address the wound, willingness to see the wound and, you know, to clean it properly, and that often means to dig deeper into the wounds. And Do we also need people outside of the community to join that conversation, or is it a conversation that we as a community have? What kind of people outside of the community are you talking about? People from the Netherlands with a Dutch background. There are two sides of the colonial wounds, right? The colonized and the colonizer. I think for now, it's important for us within the Moluccan communities, both in the Netherlands but also in Maluku, to have that conversation first. Whether the Netherlands would like to join the conversation is not our decision. Right. I think they would have to deal with a lot of problems before they can be ready enough to join the table. Otherwise, it would be very damaging. So let's have the conversation among us first, and then later on, if they are ready, then we can continue the conversation. And how would this conversation look like? And does it have to take place in the Netherlands or in Maluku? Can you share your thoughts about this? I think for me, historically, Moluccan communities in the Netherlands and Moluccan communities in the Maluku came from the same root, right? But the historical trajectories that we have taken, not by choice, have led us to these two different trajectories at the very least, to the Moluccan communities in the Netherlands and Moluccan communities in Maluku. So perhaps that's a start to speak about why, for example, 70 years ago, people arrived in the Netherlands. Then from there, we can trace back, I think some of the speakers in this program have mentioned about addressing history, but never forget. But also sometimes we speak about history in a very nice way, and we are not willing to address the ugly parts of history. So perhaps we can start from there. Like in a nice romantic way. Yes. Yeah. Yeah. Rocky, you did some work with your foundation. Yeah. In Haiti and Curaçao. Yeah. Do you recognize something? Yeah, definitely. And like I said in the beginning, the way that stories are being told, and then also trying to make it in a more beautiful story. I've been working in Curaçao and Brazil and Haiti. Yeah. You could still feel that generations, the pain is being passed by generation to generation. Mm-hmm. And what we use with the young people in our programs is storytelling. So we try to try to understand where you come from, try to understand maybe that pain that you can subconsciously carry with you, and then also look forward to how can we move forward by knowing that we have this pain, and hopefully collectively move forward to a future. How does that work? How do you make that step looking into the future? Now, I do believe in the power of storytelling, because I think pain has power over you, especially when it's unspoken. Mm-hmm. And especially when it's unspoken because you're forced
not to speak about it. And sometimes speaking about pain, or often speaking about pain, allows us to get rid of that power. Yeah. So that's a very important thing. But I think within the Moluccan communities, there is a very big elephant in the room that we cannot address because, you know, ideological differences. And sometimes we stop there and we cannot continue the conversation because of those differences. So I think, you know, for me, that's important to be able to address that elephant in the room first and say that, okay, history has placed us in very different directions. And, you know, ideological conversations often stop us from looking deeper into those experiences, from actually listening to the real stories behind the service or underneath the service. So for me, we can start from there. Yeah, I totally understand, because most of the time when we feel that pain in our stomach, when we talk about these painful experiences, we put a stop to it. And yes. And we just got to try to let that flow, although it's more difficult than just said. Yes. Yeah. Do you have like something you want to say to the Moluccan community in the Netherlands? As your last words of advice, what can they do? I think they have done a lot, but at the same time, not everything is in their power, right? I grew up in Ambon, and most of us have no idea what was the experiences of people who went to the Netherlands 70 years ago. We just know that, you know, they suddenly live in Europe, in a Western, modern, developed nation, and their life must be better. Most of us have no idea about the arrival story, about the fact that they were placed in concentration camps or former concentration camps, about the discrimination that they have to experience and the constant pain that they have to endure. So I am really grateful for those who are willing to tell their story, to step up and say that, okay, this is my story, because I think that's the first step to build a bridge between Moluccan communities in the Netherlands and in Maluku. And perhaps once we can really listen to that story, then we can have conversations beyond ideology. Yeah. And, you know, just have a heart-to-heart conversation, and perhaps that's the real journey toward healing. Yeah, heart-to-heart, omong hati ka hati. Yeah. That's beautiful, Tamara. Thank you for joining us in this conversation. Thank you very much. Thank you. And we're ready for the... Ja, we gaan naar een volgende. We gaan naar de laatste live locatie. Naar Tiel voor een wel hele bijzondere verrassing. Er is niks mis met uw beeldscherm. U ziet het goed. De twee knapste Molukkers van Nederland. Mijn naam is Joshua Timusela. Mijn naam is Yunus Polnaya. En we zijn vandaag in Tiel, begraafplaats Papensteeg. Een historische middag, een historische dag. En nu gaan we luisteren naar initiatiefnemer Omfik Mailoa. Selamat semua, beta di sini, di kota Tiel. Welkom iedereen vanuit Tiel. Op deze voor ons historische dag staan we hier in Tiel op een plek waar normaliter menig een van tijd tot tijd zijn dierbare gestorvenen gedenkt. Bewust is deze plek uitgekozen om een bijzonder eervolle gebeurtenis hier in de openbaarheid te brengen. Waarbij ik onze burgemeester, de heer Hans Beenakker, wil vragen om dit in de openbaarheid te brengen. Een gebeurtenis die beslist in alle Molukkerswijken navolging verdient, opdat hiermee ook ons deel van de geschiedenis nu eindelijk eens daadwerkelijk het respect krijgt en behoudt dat het verdient. Burgemeester, aan u de gelegenheid om dit nieuws wereldkundig te maken. Dank u wel. Om te beginnen, wat fijn dat we bij elkaar kunnen zijn op deze bijzondere dag en met deze bijzondere gebeurtenis. Want vandaag is het 70 jaar geleden dat de eerste Molukse oud-kneelmilitairen met hun gezinnen aankwamen in Nederland. In de gedachte dat hun verblijf in Nederland tijdelijk zou zijn en zij spoedig weer terug zouden keren naar hun geboortegrond.
U weet allemaal hoe dit gelopen is. Het verblijf in Nederland bleek niet tijdelijk te zijn, maar permanent. Shyapa Shanka, wie had dat ooit gedacht? Vandaag staan we stil bij dit moment. We delen in onze stad 70 jaar geschiedenis met elkaar. En we willen onze gezamenlijke geschiedenis markeren door de overleden Molukse oud-kaneelmilitairen te eren. Zij vormden een belangrijk deel van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger dat de opdracht had om tijdens de onafhankelijkheidsstrijd in voormalig Nederlands-Indië de orde te handhaven en de vrijheidsstrijders te ontwapenen. Daarmee hebben zij een belangrijke bijdrage geleverd aan de geschiedenis van Nederland. Vanwege die bijdrage heeft het Tielse College van burgemeester en wethouders besloten om hun graven in aanmerking te laten komen voor een historische beschermde status. Zo houden we de herinnering aan de Molukse kneelveteranen in ere. En kan onze Tielse Molukse gemeenschap, die deel natuurlijk uitmaakt van onze gemeenschap van Totaal in Tiel, op een eervolle en respectvolle manier onze geschiedenis beleven en herinneren. En daarachter initiatiefnemer om Vic Maloa en oma Tien Leetemia. Een bijzonder moment. En ja, het doet me wel wat om dit te zien. En dan nu oma Tien. Als 14, 15-jarige kwam ze hier aan. En dan mag ze nu een krans leggen en dat is... bijzonder. Onder haar mooie bruine jas heeft ze natuurlijk ook haar kabaya aan. En als ik dat zie, dan denk ik ook weer aan mijn eigen oma. Steen leggen bij het graf van hun overgrootouders. Op de achtergrond hoort u de Molukse tifa. Vierde generatie. Vic, na 3 jaar, eindelijk gelukt. Wat doet dat met u? Inderdaad, ik ben ontzettend blij dat dit het feit is. Ja. Een eerbetoon, niet alleen een eerbetoon, maar ook een eerherstel. Ja. En ook rechtsherstel. Ja, ja, ja. Als je kijkt naar wat onze ouders hebben doorgemaakt aan verdriet, ellende... Dit hebben zij meer dan verdiend. Ja. Wethouder, aan u dezelfde vraag. Wat doet dit met u?
Maar hij doet ook heel veel, omdat als je de geschiedenis, als je daarin verdiept, zeg maar, dan is het eigenlijk niet meer logisch dat we dit eerbetoon geven aan onze kneelmilitairen. Want het is onze gezamenlijke geschiedenis. We moeten ook samen deze stap vooruit zetten. Ja. En het is ontzettend belangrijk dat we met elkaar erkennen, het is zo. Geef de mensen de eer die ze verdienen. En laten we met elkaar die stap vooruit zetten. En dat doet met mij ook heel veel. En wij hebben samen dit proces doorstaan. We hebben het samen gedaan. En ik ben bijzonder blij dat wethouder Melissen daar heel veel aan bijgedragen heeft. We hebben samen zitten sparren, jarenlang, eigenlijk 3 jaar al. Samen dit opgezet en uiteindelijk is het gelukt. En hij heeft meer dan de gemiddelde Nederlander zich verdiept in onze geschiedenis. En daar ben ik ook ontzettend blij mee. En dat ook hij... de gemeente ook gelukt is. Dank u wel voor uw fijne woorden. Ik wil deze mooie middag afsluiten met uw mooie woorden. Komt u dan? Gisteren is nodig om morgen te begrijpen. Terima kasih. Ja. Ontzettend mooi. Gisteren is nodig om morgen te begrijpen. Heel mooi. Tiel, allereerst ook gefeliciteerd, want wat ontzettend bijzonder en een emotioneel moment was het ook. Maar wat knap dat jullie dit in samenwerking met de lokale politiek voor elkaar hebben gekregen. Henry. Ja, ik krijg zelf ook een brok in mijn keel. Ik kan het niet ontkennen. Ja. Ik denk dat we het allemaal... Zeker wat oom Fik net zegt, een stukje erkenning, rechtsherstel, eerherstel. Maar dat we niet vergeten wat ze hebben meegemaakt. En dat we op een dag als vandaag, als nieuwe generatie en de volgende generaties, we hebben het net gezien, dat we daarover kunnen hebben, is alleen maar mooi. Maar gewoon even terug naar jullie. We zijn nu 1,5 uur verder in deze Bita di Sini. Was onze vuurdoop, hè? Dat is heel spannend ook. Vuurdoop op meerdere fronten. Papeda, wat neem je mee, Rocky? Dus voor het eerst Pabedda gegeten, maar vooral ook, ik vind dat ik zelf, zeg ik wel eens dat ik ver van de Molukse cultuur sta, omdat ik Nederlandse moeder en niet in de wijk opgegroeid, maar wel eigenlijk als ik kijk naar het nu heel veel Molukse vrienden om mij heen heb verzameld. Maar na vandaag kijk, heel veel geleerd van de verschillende items. Zo ontzettend mooi om te zien hoe de community nog zo hecht met elkaar is. Maar ook eigenlijk de pijn, hè, de koloniale wond, die is er nog steeds. Daar moet ook over, denk ik, blijven worden gepraat. Maar ik kijk ook naar een positieve toekomst. Waar we, Molukkers in Nederland nog steviger in de maatschappij staan. Op een hele positieve manier. Ja. Mooi. Ja, wat neem je mee? De laatste woorden van Tamara Sokota die zijn bij mij toch blijven hangen. Omong hati kahati. Dus naast het erkennen van de leed, hè, wat onze grootouders, overgrootouders is aangedaan, is het denk ik ook als nieuwe generatie, de derde, de vierde, de vijfde straks, of nu, om ook hart, onze harten naar elkaar te openen. Hè, en dat gesprek eens aangaan. Want zoals Rocky aangaf, er is een koloniale wond. Hè, de Molukse gemeenschap heeft veel moeten doorstaan. Maar ik denk dat de diversiteit aan verhalen en geschiedenissen en standpunten en perspectieven die we vandaag alleen al hebben kunnen zien, ja, dat stemt me hoopvol. Mooie woorden. Ja, vanuit het museum denken wij ook dat het belangrijk is dat dit het startschot is. Ja. We zijn vorig jaar gestart met Molukse dialogen. Jefta, je hebt dat toen ook gehost. Met Jonique, die hier ook eerder was. De woorden van Tamara zijn bij mij ook gebleven, maar eigenlijk van alle sprekers hier. Ja. Dat dit een startschot mag zijn. Ja. Dat de wonden, de open wonden, dat die langzamerhand littekens mogen worden. En dat we dat niet vergeten. Dat we het gewoon blijven zien. Maar dat we vooruit gaan. Vanuit het museum hebben we dus ook een virtuele expositie geopend. Die is nu ook te zien online, want de deuren zijn nog niet officieel geopend. En die expositie heet ICAT. Wat eigenlijk zoiets als verbondenheid, verwevenheid betekent. En in die eerste expositie, dat is een estafette van verschillende kunstenaars. Maar we openen met fotograaf Ed Leertemia. En Ed die heeft 70 role models gefotografeerd. Oh ja, ja. Vinden wij als museum belangrijk dat wij onze role models... Jullie een plek geven, een podium geven, een stem geven. Een stem die we mogen laten horen. Omdat we niet vergeten waar we vandaan komen.
Maar wij zijn, omdat zij er waren, en wij staan gewoon op hun schouders. Dus ik nodig ook iedereen uit om naar de virtuele tentoonstelling ICAT te komen. Zodat we elkaar kunnen blijven inspireren. Wat we eigenlijk aan het begin van het programma zeiden. Mooi. Dan rest ons eigenlijk iedereen nog te bedanken. Achter de schermen, voor de schermen, alle mensen hier. Iedereen bedankt voor jullie bijdrage. Maar natuurlijk ook de kijker. Bedankt voor het kijken. Jefta, bedankt. Oké, bedankt. Gezamenlijke samenwerking. En we gaan natuurlijk afsluiten met muziek. En ook weer een speciale dank aan onze band. Dankjewel. Sampai tenggara jauh katong semua basudara Nusa Ina katong semua basudara biar jauh begini he peta sing bisa lupa Satu gandong, satu suku Maluku manise Yeah.